Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag heb ik gewoon een lekkere commentary voor jullie. De afgelopen dagen lekker veel live gezien. Daar gaan we het zo meteen ook eventjes over hebben. Over van alles en nog wat in ieder geval in deze video. Allereerst even over de gameplay. Ik ga hier 40 om 3. De eerste kill die ik maak, dat is een maat van me. Ja, daar maak ik een kill mee, want die zat in onze party. En die wordt als enige in de enemy team gezet. Dus nou ja, hij... wilde eigenlijk de hele tijd ons killen, maar toen zeiden we van ga gewoon eventjes lekker lieven. Toen liefde die en de rest is die dus lekker zonder ons een ander potje gaan doen. Hartstikke leuk, het is nu lekker 3:30 s'nachts. Ik heb net de hele avond gegamed. Deze gameplay is van deze avond ook. Leuke gameplay, 40-3 op Domination. Vermaak me prima. Ben hier einde Prestige 2. Schiet dus voor het eerst met de Razorback. En de Razorback is echt... Oh, wat is het toch een heerlijke gun. Ik heb 2 Prestiges niet aangeraakt. En ik dacht, nou ja, weet je, ik ga hem nu eens even een beetje levelen. Kijken of hij nog een beetje chill is. En dat is hij zeer zeker. Dus nog steeds een aanrader voor de mensen die gewoon heerlijk lekkere base gameplay wil halen. Black Ops 3, we zijn nu 2 weken verder dan dat hij uit is gekomen. En ik heb er nog steeds plezier in. Ja, heerlijk. Dat is alles wat ik erover ga zeggen. Dus vandaag gewoon een lekkere commentary. Op de achtergrond hoor je heerlijke muziek van Powerbase. Ik geef hem eigenlijk nog te weinig credit. Powerbase die maakt in principe mijn muziek op dit moment. Of in ieder geval, hij heeft zoveel nummers gemaakt dat ik elke video ze kan gebruiken. En ik denk dat het de komende tijd dat hij dat nog steeds wil gaan doen voor me. Dat heeft hij in ieder geval aangegeven, dus dat is echt super tof. Powerbase, thank you. Het maakt zoveel makkelijker, want ten eerste is het gewoon heerlijke muziek. Want als je dit hoort, ik kan hier echt van genieten. Ten tweede scheelt het ook weer met heel veel zoeken en copyright schendingen. Echt, dat is zo'n drama af en toe. Dus daar ben ik wel blij mee dat ik dat niet meer hoef te doen. Dus dankjewel Powerbase, you make my life a bit better. Hier ga ik helaas dood, want ze staan hier allemaal. Ik pak ze niet allemaal, ik moet herladen. En dan is het keuzes maken en... Yep, had ik niet door dat hij kwam. Op de een of andere manier. Heel chill. Maar in ieder geval, de afgelopen dagen heb je heel veel video's van mij gezien. Ik heb nu... ik ben een beetje aan het voorwerken. Dat heb ik nooit echt heel veel gedaan. Maar het is eigenlijk best wel simpel, makkelijk en lekker. Vooral met live video's. Want ik vind het ten eerste leuk om te doen. Zoals de Road to Golden Shotgun op dit moment. Waar ik iets heel doms heb meegedaan. Maar dat zien jullie later wel. De Road to Golden Shotguns... Game Mode Master. Ik wil de speedrun wil ik weer terug gaan brengen. Misschien een keertje iets voor de nuclear gaan of wat dan ook. Dat soort dingen. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. En dat gaat ook de komende tijd gewoon veel op mijn kanaal komen. Maar dat geeft mij de mogelijkheid om gewoon elke dag weer een video te uploaden. Maar dat betekent wel dat je soms de mogelijkheid hebt op 1 video sowieso. Maar ook soms 2. Want ik ben heel simpel, ik ga gewoon lekker vooruit werken. En als ik vooruit ga werken, dan vind ik het leuk om het ook te uploaden. En dat klinkt misschien heel apart, maar op het moment dat ik een video heb, wil ik het eigenlijk allemaal tegelijkertijd ook online pleuren. Want dat vind ik gewoon leuk. Ik wil gewoon, bam, online. Dat is gewoon iets wat ik altijd al heb gehad. Maar dat betekent ook dat ik soms gewoon een commentary wil maken, zoals deze. En dat ik dan een live video ook gepland heb, want anders duurt het misschien te lang voor die serie of wat dan ook. Dus het kan zomaar zijn dat je soms 2 video's op een dag krijgt. Daarnaast heb ik nog veel en veel meer ideeën om te doen. Echt Black Ops 3, ik heb zoveel ideeën en dingen in mijn hoofd waarvan ik denk... Oh jongens, dit wil ik allemaal uploaden. Dus dat gaat sowieso komen. En een van die dingen is... ik had van de week een video geüpload met zo schiet je met een boog. Het is 50 seconden. En het waren gewoon 2 vette clips van die ik had gehaald tijdens het gamen. Ik vond het leuk. Ik denk, hey, dit ga ik even achter elkaar plakken, een beetje vertragen. Het is heel simpel gedaan, maar ik upload het. En toen zat ik te denken, is het nou niet leuk om gewoon eens van dat soort dingen ook van jullie te gaan gebruiken? Dus hierbij mijn oproep aan jullie. Je hebt theater. Maak een clip van 1 minuut. Het hoeft niet episch geëdit zijn. Het hoeft niet... epische trickshots te zijn. Maar gewoon, het moet episch zijn.
Dus op het moment dat jij met een crossbow toevallig een, nou wat ik deed, een 180 schiet en je schiet iemand neer. Of je hebt een cross the map war machine of een cross the map sniper kill of wat dan ook. Waarvan je denkt van hey, dit is sick, dit zie je niet vaak. Zet maximaal 1 minuut achter elkaar in de video. En dan ga ik die 's ochtends om 9 uur. Ja, 9 uur. We zetten 9 uur. Dan ga ik 's ochtends om 9 uur jouw clip eventueel opzetten. Of mijn clip. En dan gaan we gewoon kijken hoe ver dat gaat. Misschien slaat het helemaal niet aan. Staat niemand erop te wachten. En misschien wel. En de reden dat ik 1 minuut doe is heel simpel. Ik zit heel vaak in de trein. En wat vind ik heel relaxed is gewoon van die kleine stukjes. Van die kleine filmpjes te zien op Facebook of wat dan ook. Dus dan klik ik het aan. 1 minuutje. Bam. Zo voorbij. En we gaan naar de volgende. En daar zit ik zelf aan te denken. Dus misschien heb je zelf zoiets van, hey, dat is hartstikke leuk. Ik heb zelf iets uit theater. Neem het op, stuur het naar me toe. Dat kan in de e-mailadres die in de beschrijving staat. TheDutchWarriorSafe@gmail.com. Gebruik WeTransfer. Nee, gebruik geen WeTransfer trouwens. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat je het verborgen uploadt op YouTube. Verborgen uploaden op YouTube. Op het moment als dat gebeurd is, dan kan ik het namelijk bekijken. Op het moment als ik denk van ja, dit kan elke kneus, dan ga ik het sowieso niet gebruiken. Verborgen op YouTube, zet in de titel wat je gehaald hebt en dat het voor mij bestemd is. En dan kan ik het downloaden op het moment als ik het wil gebruiken. En dan ga ik het ook uploaden. Dus dat is misschien wel hartstikke leuk. Leuk ideetje, dacht ik bij mezelf. Laat eventjes in de reacties weten of je dat leuk lijkt en of je ook daar gebruik van gaat maken. Dus dat is dat. Wat wilde ik nog meer? Ja, ik wilde nog een hele hoop meer. Nou, in ieder geval dus heel veel live video's. Ik heb heel veel ideeën voor commentaries, tips. Hoe ga je beter worden in Black Ops 3? Dat soort dingen. Dingen die je kan gebruiken. En het volgende. Ik doe de serie live Golden Shotguns, LMG's, Snipers, Secondaries. Dat gaat allemaal komen op mijn kanaal. Maar wat dan met alle gouden wapens die ik haal? Assault. SMG's. Wat wil je daar? Want uiteindelijk wil je ook die, denk ik, wel goud zien. Maar dat wil ik niet allemaal live doen, omdat ik daar gewoon ook zelf mee speel. Voornamelijk. Dus wat zat ik te denken? Op het moment als ik een wapen goud heb, heb ik toch wel redelijk wat speeltijd ermee gedaan. Heb ik het wapen kunnen ontdekken. Ik heb ze geprestiged. Dus op het moment als ik een goud wapen heb, twee prestiges heb gedaan en helemaal uitgeleveld, wil ik eigenlijk een video maken met wat zijn nou de beste dingen op dat wapen, dus eigenlijk de beste klas die je kan gebruiken. En dat wil ik dan gaan uploaden en ik heb een idee over hoe ik dat wil gaan doen, dus laat ook eventjes in de comments achter of je dat leuk lijkt. Dus dat is dat. Dan het allerlaatste, ik wilde nog één dingetje zeggen. En dat ben ik eventjes kwijt. Maar dat maakt niet uit. Op het moment als je dit in ieder geval leuk lijkt, laat het eventjes weten in de comments. Like deze video op het moment als je dat nog niet gedaan hebt. Want daar steun je mij enorm mee. Als ik gewoon die 50 likes zie, jongens, ik word gewoon happy ervan. Dus als we die 50 likes kunnen halen, zou dat heel tof zijn. Heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker. Want er komen hele epische dingen aan. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe video. En dan zeg ik, bye bye.